Goedemorgen dames en heren, leuk dat jullie allemaal zijn gekomen naar Room for Discussion vandaag. Het is voor ons een eer om de president van de Nederlandse Centrale Bank vandaag te mogen ontvangen, Nout Welling. We gaan het hebben over de Nederlandse Bank, over zijn eventuele opvolging, over natuurlijk de ABN AMRO, over de interventie en nog heel veel meer onderwerpen. Dus let goed op, het duurt een uur en jullie mogen natuurlijk altijd vragen stellen bij ons publieksmicrofoon. Ik kan me voorstellen dat er veel vragen zijn. Maar wij gaan de meeste vragen stellen, toch Maurits? Ja, wij gaan de meeste vragen. Laten we beginnen. Welkom meneer Welling, welkom op onze faculteit. Vindt u het fijn om weer op de universiteit te zijn? Ja, het antwoord is ja. Ik zit er een beetje raar bij, maar dat komt door dat been. Ik zit er tegelijkertijd ook makkelijk bij, dus maakt u zich geen zorgen. Nou, dat doet niet af van de inhoud, denk ik. Dus nee. Dat gaat goed komen. Ja. Is het een tijd geleden dat u op een universiteit bent geweest? Dat u studeerde? Nou, dat is een hele lange tijd geleden dat ik studeerde. Het is wat minder lang geleden dat ik op een universiteit geweest ben. Ik heb gestudeerd van 61 tot 68 in Leiden. Dus dat is 40 jaar geleden. Toen was ik nog niet geboren. Nee. U heeft 7 jaar mogen studeren dus. Nou, ik voelde, dit ligt voor de hand. Maar het is wel zo, ik ben 2 jaar uit de running geweest tijdens mijn studiejaar, vlak voor mijn doctoraal. In 64, dus dat was al na 3 jaar, ben ik in het Rapenburg in Leiden terecht gekomen. Dat klinkt een beetje passief, gesprongen moet ik zeggen. En toen is er iets door mijn knie heen gegaan. Ik ben toen 2 jaar uit de circulatie geweest. Okay. Had u toen u studeerde ook al het idee van ik ga president van de Centrale Bank worden? Nee, absoluut niet. Eerlijk gezegd wist ik nauwelijks dat het ding bestond in die periode. En het enige wat ik over de Centrale Bank wist... Tijdens mijn studie was dat ze hier een gebouw zouden neerzetten, wat erg detoneerde in Amsterdam. En ik geloof dat het de Bond Heemschut was, waar ik een lid van was. De handtekeningen verzamelden tegen dat gebouw. Dus ik heb ooit nog geprotesteerd tegen de bouw van het gebouw waar ik nu al bijna 28 jaar in werk. Maar wist u wel dat u de publieke sector in wilde gaan? Want nou, eigenlijk, bij het ministerie. Ja, eigenlijk wilde ik aan de universiteit blijven. En ik was met een proefschrift bezig en ik kreeg een beetje problemen met mijn hoogleraar. Toen ben ik gaan solliciteren bij financiën. Ja, want u heeft altijd voor Nederland gewerkt, laat ik het zo zeggen. Ja. Het ministerie van Financiën. Ja. Even later voor de Nederlandse Bank. Ja. Altijd de belangen behartigd van Nederland. Wel geprobeerd, ja. Wel geprobeerd, zeker. Ja. En waar we ons een beetje zorgen om maakten, als we googelen uw naam. Dan komt er vrij veel, laat ik zo zeggen, minder positieve reacties door de crisis. Terwijl... Ik zou me daar niet te veel zorgen als ik u was over maken, maar ik stel het erg op prijs, buitengewoon sympathiek. Maar vindt u het eerlijk dat u altijd voor Nederland hebt gewerkt, altijd de belangen behartigd voor Nederland? Het heeft denk ik heel weinig met eerlijk of oneerlijk heeft dat te maken. Er is een grote crisis over de wereld gekomen, een financiële crisis, de grootste in de laatste 50 tot 100 jaar. En mensen zijn boos, begrijp ik ook. Ja. En als je dan die boosheid ergens op wilt richten, dan kan je het niet op een instituut doen. Dan doe je het op personen. Dus ik ben daar niet zo verbaasd over, eerlijk gezegd. In ons research hebben wij natuurlijk teruggekeken naar uw laatste publieke optredens. De laatste 4 keer in Buitenhof bijvoorbeeld. Daar zat u de eerste 2 keer. De eerste keer ging over de crisis in Amerika. In februari 2008 was dat al. Toen sprak u over de hypotheekcrisis die toen al gaande was. De tweede keer was net nadat ABN AMRO was overgenomen. Toen zat u daar triomfantelijk. U kon lachen, u was ontspannen. En die 2 keer daarna, dus na iSafe en die keer over de Dirk Scheringa Bank, over de DSB Bank. Toen zat u er een stuk minder gemakkelijk bij. Hoe komt dat? Wat is er eigenlijk soms, na ABN AMRO soms gebeurd? Is dat het gevolg van het feit dat ik gewoon niet makkelijk zit. Ik herinner me bij 1 keer bij, daar is een heel artikel over in het Financieel Dagblad verschenen. 1 keer dat mijn krukje dreigde weg te glijden en ik van mijn stoel af dreigde te glijden. En ik hield me daar dus krampachtig vast en het commentaar in het Financiële Dagblad, een halve bladzijde was, wel ik moet iets te verbergen hebben, want hij zit daar zo gespannen. Ik had niks te verbergen. Maar er is wel een... Dus soms zijn er redenen voor... Een omslag geweest na... Nee, DSB Bank vond ik een lastig debat en dat was niet zozeer Buitenhof, dat was in de Tweede Kamer. En dat vond ik een lastig debat om de doodeenvoudige reden. Dat is een moeilijke zaak waar veel emoties bij betrokken waren. En er werd erg weinig ruimte gegeven voor een discussie.
En de essentie was daar steeds van, zeg dat je het fout gedaan hebt en dan kunnen we vrede met je sluiten. Maar dat u daar zat, was dat vanuit de Nederlandse Bank we sturen de president? De president moet zich daar verantwoorden over deze cases? U bent wel het gezicht geworden van de Nederlandse Bank. Ja, dat is de ook over het bankentoezicht wat in principe bij de heer Brouwer lag op dat moment. Ja, het ligt iets ingewikkelder. Wij hebben bij de Nederlandse Bank in september 2007 een van onze directeuren toezicht zien overlijden. De tweede directeur toezicht, oud-directeur toezicht, die inmiddels een andere taak had, maar die dat had kunnen overnemen binnen de bank, is in april 2008 verdwenen. De derde directeur toezicht maakte in juni of juli bekend dat hij zou verdwijnen, een nieuwe andere baan had op zich genomen. En dat betekende dus dat anders dan in het verdere verleden, waar de directeur toezicht het eerste aanspreekingspunt was, ik min of meer alleen overgebleven was om het woord te voeren voor de bank. Maar wat was de taak van de heer Brouwer dan op dat moment? De heer Brouwer was op dat moment verantwoordelijk voor monetaire aangelegenheden. Ja. Die is pas op 1 januari 2009 is die directeur toezicht geworden. Dus er was een soort vacuüm aan het ontstaan. Dit is één reden waarom ik dus sterk geprofileerd werd in het toezicht wat ik voor 2007 dus nooit was. De tweede reden is de crisis. En u moet zich realiseren dat micro- en macro-problemen in de crisis met elkaar vermengd werden. En dat dus het macro-toezicht lag hoe dan ook bij de centrale bank. Het micro-toezicht in eerste instantie bij de directeur toezicht. Maar u zegt er zijn veel wisselingen geweest bij directeur toezicht. Ja. Is daar niet een groot probleem ontstaan dan binnen de Nederlandse bank? Dat dus eigenlijk degene die over het toezicht ging nooit lang in zijn functie zat. Dat is inderdaad een probleem in die periode geweest. We hebben in april 2008 een nieuwe directeur toezicht gekregen, mevrouw Kellerman. Maar het is gewoon waar dat ik veel meer dan in het verleden, omdat ik wat langer bij deze instelling al zit, moest inspringen ook in toezichtsfeer. En dat was naast mijn werk in Frankfurt en naast mijn werk in Basel. En eerlijk gezegd was dat soms een beetje veel van het goede. Heeft het toezichtswerk niet geleden onder die problemen? Nee, dat denk ik niet. We hebben een goede organisatie. Het feitelijke toezicht vindt ook plaats met name in de lagen onder de directie. Maar het waren gewoon heel moeilijke tijden. We zijn dag en nacht in de organisatie bezig geweest. Er is, wat ik wel eens gezegd heb, een storm opgestoken in 2007 in de financiële wereld. En als je banken vergelijkt met schepen, dan zie je dat in een storm de zwakke plekken op schepen zichtbaar worden in de constructie, maar ook in de bemanning. En dan zie je ook dat de kustwacht niet altijd adequaat gereageerd heeft. Ja. En dan zie je dat een set van omstandigheden je dus in problemen kan brengen. Dus nu heeft minister De Jager als reactie op deze storm waar u over praat, misschien als reactie daarop besloten om de centrale bankpresident nog maar voor 2 termijnen aan te stellen. Ja, lijkt me goed. Ja, lijkt u dat goed? Ja, lijkt me goed. U moet niet vergeten. U vond het niet zo chic, toch? Ja, nou, de manier waarop, dat is iets anders. De manier waarop. Wat stoorde u aan de manier waarop? Nou, de manier waarop, dat was als 2 termijnen een echt probleem was geweest. Ja. En dat was een probleem, dat ik begrip voor je. Men had mij tegen mij hoeven te zeggen, wil je nog een 3e termijn hebben? Dan had ik zonder enige twijfel gezegd, nee, ik zat 28 jaar, moet u zich goed realiseren, in de directie van de bank. Ja. Ik ben 14 jaar, ben ik de voorzitter van de bank. Ik heb in die periode op verschillende momenten, de laatste keer in 2008, overwogen om nog iets anders te gaan doen. Ja. Dat wilt u niet specificeren, toch? Nee, dat specificeer ik ook niet. Maar u kunt van me aannemen dat dit juist is. Waarom ben ik in 2008 niet weggegaan? Terwijl eigenlijk, ik heb misschien een klein bewijs ervoor. Ik heb een schilderij, mijn portret al laten schilderen jaren geleden, omdat ik van plan was om weg te gaan. Dat krijg je namelijk bij je afscheid. Okay. Dus dat zit in de u kluis. U staat er in ieder geval jong op dan nog. Ja, ja. Dat is een bijkomend voordeel achteraf. Maar het punt is, we zaten in 2008 toen ik bezig was met iets anders in het midden van de financiële crisis. Ik had het gevoel dat het gaat. En uiteindelijk is dat misgelopen met Fortis in oktober 2008. Ik had het gevoel
dat gaat niet goed. En je kunt niet voor je verantwoordelijkheid weglopen. Al zou je best zelf na zoveel jaren iets anders willen doen. En het besluit van de jager vond u niet zo chic, maar u spreekt hem de manier waarop, ja, weken, maar er zijn geen hard feelings. Maar uw band is verder wel goed met hem? Ja, die is goed. Want u ziet elkaar zo vaak, dan is het wel prettig als je elkaar een beetje... Ja, ja, maar je moet ook niet te kleinzielig zijn. Kijk, maar u heeft natuurlijk wel tegen hem gezegd... Dat heb ik tegen hem gezegd. Daar heeft hij van gezegd, oké, daar neem ik dan kennis van. Maar ik heb eraan toegevoegd, geen hard feelings. Want laten we wel wezen, 14 jaar is 14 jaar. Het is niet alleen ter bescherming van het instituut dat een keer de leiding moet wisselen, maar ook ter bescherming van jezelf. Ja. Nu zijn er nieuwe profielschetsen gemaakt voor de nieuwe bestuurders. Kritiek is misschien dat u bent jurist, Johanne Kellerman is jurist. En we hebben economen nodig die zo'n bank moeten runnen. Staat dat in de nieuwe profielschets zo omschreven? Nou, het staat iets genuanceerder. En als ik bij mijn eigen profiel een kanttekening mag maken... Het nieuwe profiel of het oude profiel? Nee, als ik bij mijn eigen profiel een kanttekening mag maken... Ik ben afgestudeerd in de rechten in 1968. Ik was assistent economie op het Economisch Instituut vanaf 1965. Ik zit 40 jaar in de economie. In die 40 jaar kun je iets meer leren en ook gerichter leren dan... Dus ik denk dat voldoende kennis bij mij aanwezig is. Ik ben gepromoveerd overigens ook in de economische faculteit in Rotterdam. Dus maakt u zich niet te veel zorgen over mijn profiel. Maar wat zijn dan de eigenschappen die de toekomstige bestuurders moeten hebben? Het mogen juristen zijn, begrijp ik dus. Als ze dan wel die ervaring hebben. Ze moeten voldoende affiniteit met economie hebben. Dat is vanzelfsprekend. Ik ben hier 10 jaar lang buitengewoon hoogleraar geweest bij de VU. Ze moeten affiniteit met monetaire aangelegenheden hebben. Ze moeten een stuk internationale ervaring hebben of kunnen opbouwen. Ze moeten iets van een organisatie kunnen leiden. Is het nog belangrijk, u gaat natuurlijk absoluut geen namen noemen, maar of het insiders of outsiders zijn? Want, ik ga absoluut geen namen noemen. Ik kan me voorstellen dat als u een insider benoemt, dat misschien wat ongeloofwaardig overkomt in plaats van dat u een outsider zou benoemen. Ja, ik begrijp de vraag niet. Dat we zeggen, ik begrijp hem wel. Maar je zult hem eerst moeten onderbouwen dat het ongeloofwaardig overkomt. Nou, de reputatie van de huidige directie, daar zijn... Ja, maar dan ben je al aan het uitbreiden. Er was een probleem, is geconstateerd in de toezichtssector. Ja. Er is tegelijkertijd geconstateerd dat de president, net als in het verdere verleden, als je even de crisis vergeet, wat verder van de toezicht afstaat. Dus als er een probleem was, dan was er een reputatieprobleem in de toezichtssector. En daar hebben we het nu niet over, we hebben het over mijn functie. Oké. Is het dan zo dat als we... uw positie moet onafhankelijk zijn bij de bank. Ja. Dat als een per definitie een outsider onafhankelijker zou zijn dan een insider. Bent u het daarmee eens dan? Nee, volstrekt niet. Want ik ben volstrekt onafhankelijk. Is een insider minder onafhankelijk of meer onafhankelijk? Nee, het heeft er helemaal niets mee te maken. Dat hangt van de insider af. En die moet zich realiseren dat de positie van in- of outsider gegarandeerd is door zijn onafhankelijkheid of haar onafhankelijkheid. Door het Europese verdrag. Daarin staat dat je volstrekt onafhankelijk bent. En bent u wel eens bang, omdat de jager zich steeds meer bemoeit, ook met bijvoorbeeld de termijnen, dat het eventueel een politieke benoeming zou kunnen worden? Net zoals wat we bij de Veiligheidsraad hebben gezien. Ik ben niet zo gauw bang, moet ik eerlijk zeggen. Oké, dat is belangrijk. Daar begint het mee. Dan, het is zo dat deze benoeming is een benoeming door politici. Ja. En dat betekent dat er altijd een risico is dat de benoeming gepolitiseerd wordt. Als je naar de traditie in Nederland kijkt, en ik kan alleen, want daar ben ik bij geweest, ik ben betrokken geweest als thesaurier-generaal bij de benoeming van Wim Duisenberg. En ik ben betrokken geweest bij mijn eigen benoeming. Wim Duisenberg is benoemd, en hij was lid van de Partij van de Arbeid, door een kabinet waar de PvdA niet in zat. Ja. En ik ben lid van CDA en ik ben benoemd door een regering waar CDA niet in zat. Dus wij hebben een traditie van onafhankelijke benoemingen. Dan zou het nu een PvdA moeten zijn. Ik dacht dat er meer partijen buiten de regering op dit moment. Ja, dat is waar. Ja. Zeker. Goed punt. Nu heeft minister De Jager ook besloten om het toezicht in de nieuwe rol van de DNB bij uw opvolgers meer een gezicht te geven. Het is niet echt een afsplitsing van de functie van president, maar hij heeft wel in een wetsvoorstel nu naar voren gebracht dat de toezicht buiten de verantwoordelijkheid
wordt gehouden van de president. En het aanspreekpunt van het toezicht krijgt nu een apart gezicht. Het is iets ingewikkelder. Toezicht was niet zozeer buiten de verantwoordelijkheid van de president. We hebben een collegiaal bestuur. En in het verleden was toezicht gedelegeerd aan één of twee van de directeuren. Dat was op een informele wijze geregeld. En nu gaat... Nu wordt dat formeel geregeld. Ja. Maar het gaat over microtoezicht. Microprudentie. Individuele instellingen. Overigens waar ik me in het verleden ook nooit mee, voor de crisis, nooit mee bezig heb gehouden. Dat wordt nu geformaliseerd. Zodra het instellingen overschrijdend wordt, gevolgen kan krijgen voor het systeem, is het een bredere verantwoordelijkheid van de directie. Want de centrale bank is verantwoordelijk voor macroprudentieel toezicht. In een klein land als Nederland betekent dat overigens, omdat wij een hele geconcentreerde sector hebben. En vijf banken die hebben 85% van de markt. In een land als Nederland betekent dat dat je vrij snel aan systeembanken toekomt. En we zullen gewoon een hele nauwe samenwerking moeten hebben tussen de microtoezichthouders en de macro-toezichthouders. Maar een DSB, om een voorbeeld te geven, een DSB is een microzaak. iSafe ook dan? Ja, iSafe zit op de rand en daar zie je alweer. iSafe was onderdeel van de systeemcrisis die zich begon te ontwikkelen. Met DSB is een duidelijk microgeval, maar ik moet er tegelijkertijd bij zeggen, bij DSB ben ik ook nauwelijks betrokken geweest in al die jaren dat wij toezicht hebben. Maar waarom gaat u dan bij Buitenhof zitten om het uit te leggen? Dat heb ik u proberen uit te leggen, omdat één directeur toezicht overleden was, de tweede een oude directeur was vertrokken, de derde. DSB ging failliet op 19 oktober 2009 en u zei net dat meneer Brouwer op 1 april 2009... Ja, maar het had een voorgeschiedenis. De heer Brouwer is er in 2009 op 1 januari mee begonnen als nieuwe directeur. Maar het had een voorgeschiedenis, de DSB-voorgeschiedenis, die terugging naar jaren waarin de heer Brouwer helemaal niet in het toezicht zat, naar 2005, 2006. Maar heeft deze maatregel voor, van de jager, heeft dat dan uiteindelijk wel daadwerkelijk waarde voor... Ja, het legt formeel, en ik vind het toch een bescherming voor de president. Hij kan ook makkelijker zeggen als het parlement zegt, want het parlement wil dan toch het eerste gezicht van de instelling vaak zien. Hij kan makkelijker zeggen, jullie zoeken het maar uit, maar dat is de eerst verantwoordelijke figuur. Maar vindt u dat de president dan, u mag het eerlijk zeggen, van meer beschermd moet worden? Nee. Want het is natuurlijk wel uw positie, het is, heel veel heeft u in debat moeten treden over de maatregelen, terwijl het moet toch, wij moeten eigenlijk, als u een maatregel neemt, dan moeten wij aannemen, oké, dat is de centrale bankpresident, dit is een goede maatregel. Ja. En toch werd dat in twijfel getrokken. Ja. Waar vindt u dat u dan meer beschermd had moeten worden? Het is niet zozeer de bescherming van de president, hoewel ik u best wil zeggen dat de laatste 3,5 jaar voor mij in de privésfeer onmogelijke jaren waren. Want ik moest in Nederland voortdurend bij alles aanwezig zijn. Ja. Ik moest in Frankfurt bij alles aanwezig zijn, want Frankfurt heeft veel in de sfeer van de redding van Europa moeten doen. En ik moest in Basel bij alles aanwezig zijn. Hebt u het dan zo druk gehad dat er daardoor steken zijn, dat u steek heeft laten vallen eigenlijk de laatste drie jaar? Ja, het is een interessante vraag, maar ik probeerde net uit te leggen dat het microtoezicht traditioneel al op de vloer van de bank werd uitgeoefend onder de verantwoordelijkheid, eerste verantwoordelijkheid van een aantal andere directeuren, maar dat er ultiem altijd een groepsverantwoordelijkheid is. Er moet toch een leider zijn die dan aanstuurt en... Ja, maar je moet wel consistent blijven. Het model dat op tafel ligt is een helder model. Ja. Dat brengt microtoezicht naar de eerst verantwoordelijke toezichtsdirecteur. Dat was de facto de situatie in het verleden. Dat worden de jure dus juridisch in de toekomst. En dat creëert meer helderheid dan er was. Dus u heeft niet... U heeft het niet zodanig druk gehad dat u die fouten eigenlijk daarmee goed kan praten dan? Ja, je moet dit toch even herformuleren. Ja, ik zit ook na te denken hoe je dat Ja, dat merk ik, want er zit in deze ene zin... Nee, maar u zegt net, ik moest in Nederland zijn, ik moest bij Basel zijn, ik moest in Frankfurt zijn, terwijl hier, hier viel bank bij bank viel erom. Nou, bank, en, u zit... Nou ja, ISC viel om, DSB viel als u naar Amerika gaat, Nou, maar we zijn niet in Amerika nu. Wij zijn in een financiële wereld die getroffen is door een storm die overal heeft gewoed. Ja, als u kijkt naar het Belgische bankwezen, is het de facto omgevallen. Ja. Als u kijkt naar het Engelse bankwezen,
is het verruineerd. Als u kijkt naar het Japanse bankwezen, zijn meerdere honderden banken omgevallen. U moet het ook schalen. Als u kijkt naar het Amerikaanse bankwezen, dan hebt u recentelijk kunnen lezen dat de stand per januari van omgevallen banken boven de 300 lag en banken in problemen nog op 800 stond. Maar u moet wel een beetje zaken in hun perspectief aanbrengen. Maar de ABN AMRO is de grootste bank bijna. Ja, misschien is ING ook, maar ABN AMRO is echt een grote bank. Wie had problemen met ABN AMRO dat het overgenomen werd? U heeft dat meteen na de brief van Thies gezegd. En dat heb ik wereldwijd gesleten. Ja. Ik heb wereldwijd steun proberen te krijgen. U kunt van de Wall Street Journal gaan naar Europese organen. In de Wall Street Journal stond Nout Fazio, stond denigrerend. Ik heb het gelezen, ja. U kunt meneer McGreevy, de Europese commissaris, nog eens even raadplegen over de opmerkingen die hij in die periode geplaatst heeft. U kunt parlementaire stukken in Nederland zien waarin u ziet dat er betrekkelijk weinig steun voor de Nederlandse bank was. Maar dan toch is de ABN of de Nederlandse bank is dan toch, heeft toch zijn handtekening gezet dat het goed is. De Nederlandse bank heeft samen met de minister onder dit stuk de handtekening gezet. De Nederlandse bank heeft dat gezet door een zeer precies proces te zijn heen gegaan van waar liggen de risico's, zulke stapels. Waar liggen de risicomijdende maatregelen die we kunnen nemen? We zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat het misschien niet leuk was, maar dat het kon. Dat was 17 september 2007. De kredietcrisis in zijn dramatische vorm is in 2008 en met name pas in het laatste kwartaal van 2008 opgetreden. Bij de val van Lehman Brothers. Dat is de Lehman Brothers op 15, 16 Maar u was al wel december. Op de hoogte van de recessie in Amerika in de zomer van 2007. Want daar bericht u ook over in de... Ja, maar een recessie in de VS betekent niet dat er een bank in België of Nederland omvalt. Nou, uiteindelijk is dat wel zo gebeurd. Ja, maar er is net een rapport van het IMF verschenen. Dat zou u eens moeten lezen. Het IMF evalueert het optreden van het IMF in het jaar 2007. In dat rapport komt naar voren dat IMF zegt, wij zijn de overkoepelende instantie in de wereld. Wij hebben niet gezien dat deze crisis zich zo zou ontwikkelen. Dat heeft niemand op dat moment gezien. Maar er zijn deskundigen die zeggen, de heer Wennink of de Nederlandse bank had het proces moeten en kunnen vertragen. Dat is onder meer professor Van Wijnbergen waar ik dat mee klopt, praat. Zeker. Dat klopt, hij heeft op 19 augustus 2007, 19 augustus, dat was 3 weken voordat wij de verklaring gaven, heeft hij geschreven, wat crisis, dit is een kans, om de beurs op te gaan. Maar, hij heeft in september, oktober in een tijdschrift opnieuw dit herhaald en ik zeg, met de benefit of hindsight, daar gaat het om. Ja. Met de benefit of hindsight krijgen dingen een andere kleur. Maar er zijn maar nog steeds u had drie maanden verlenging kunnen krijgen, toch? Ja. U had nog 3 maanden uitstel kunnen krijgen. Natuurlijk, we hadden misschien wel 6 maanden. Maar dan had maar als u de grootste systeembank van Nederland verkoopt, dan neemt u toch de maximale tijd om overal goed over na te denken. Eerst dit, je kunt 3 maanden extra nemen. Dat heeft alleen zin als je weet dat het over 3 maanden anders zou kunnen zijn. Maar er was al een crisis. Want anders na 3 maanden als je hem geeft en het is nog niet anders geworden, kun je zeggen waarom niet nog eens een keer 3 maanden. Dat is waar. En nog eens een keer 3 maanden. Dus dat is het eerste deel van het verhaal. Het tweede is eigenlijk veel simpeler. Wij waren erg ongelukkig met dit alles. Ja. Wij hebben de crisis zoals die zich ontwikkelde niet voorzien in deze mate. Wij waren overigens de enige, want u hebt gerefereerd aan januari 2008, die de zaak somberder inzagen dan de regering. Ja. Ook bij de indiening van de miljoenennota in 2007. Ja. Somberder dan het Centraal Planbureau door het hele jaar 2018. Maar dat maakte toch merkwaardig. Wat hebben wij gedaan? Wat hebben wij gedaan? Iets heel simpels. Wij hebben die verklaring afgegeven onder de meest strenge voorwaarden die te verzinnen zijn. En dat betekent dat we gezegd hebben, kijk... De gated approval wilt u nu? Ja, zeer gated approval. En dat betekent dus, we hebben gezegd, als er iets financieel misgaat, misdreigt te gaan met Fortis Concern, dan willen we het er weer uithalen. Ja. En dat is de manier waarop we uiteindelijk ABN AMRO hebben kunnen redden. Ja. Dat moet u zich goed realiseren. Wat bedoelt u dan daar precies mee? Omdat de hele zaak dreigde om te vallen met inbegrip van ABN AMRO in oktober 2008. Dat moeten we even misschien nog in de reactie op Commissie de Wit. Dat is een 50 pagina's tellend stuk.
Op 17 december 2010 heeft u dat naar de minister gestuurd. Daar legt u ook in uit over die gated approval. Dat betekent dat u heeft dus de eerste verklaring van geen bezwaar gegeven voor het aandeelhouderschap. U, dat wil zeggen de Nederlandse regering en wij. Het consortium mocht aandeelhouder worden. Toen heeft u dus de gated approval als een nieuw systeem ontwikkeld, dat bij elke afsplitsing opnieuw een verklaring van geen bezwaar moest komen. Dus elke keer als Fortis een stukje wilde afscheuren, moesten ze weer bij u langs om een ja of nee te horen. We hebben meer gezegd. We hebben eerst gezegd. Klopt dat of niet dan? Voor een deel. We hebben meer gezegd. We hebben in eerste instantie gezegd, jullie moeten een integraal plan op tafel leggen. Een transitieplan. Een transitieplan. En dat plan willen we als eerste beoordelen. En als dat transitieplan wordt goedgekeurd als plan, dan mag je beginnen met het uit elkaar halen van die instelling. Ja. Maar dan moet je voor elke stap moet je weer verlof hebben. En elke keer zullen we controleren of jullie financieel nog terug moeten. Waarom zou een consortium de absolute hoofdprijs betalen met het risico dat ze elke keer een nee kunnen horen van u? Ja, omdat ze betalen dus voor de aandelen en daarna moeten ze eigenlijk elke keer weer een risico lopen. Gaat meneer Wellink ja of nee? Dat heeft van het begin af aan. Ging het toe geen belletjes rinkelen? Bij het consortium bedoelt u? Of bij u? Van waarom betalen ze zoveel geld met zoveel risico? Dat is heel duidelijk waarom ze zoveel geld betaalden. Ik weet niet of u het gevolgd hebt. Ik heb het uiteraard gevolgd. Dan weet u dat er een aandeelhoudersvergadering is geweest in Utrecht. En u weet dat er een aandeelhoudersvergadering is geweest in Brussel en dat de aandeelhouders met tussen de 95 en 7 of 98% hebben gezegd dit willen we. Ja, tuurlijk. Ondanks het feit dat wij hebben gezegd, en dit is uniek in de geschiedenis van de toezichthouder, dit is een risicodragende activiteit. Aandeelhouders, houd daar rekening mee. Maar als ING, als ik heb aandelen ABN AMRO en als in één keer 5 keer zoveel wordt geboden, verkoop ik mijn aandeel. Dat is, ik twijfel daar niet over. Nou nee, waarom werd het 5 keer zoveel dat aandeel waard? Omdat het niet verkocht werd, er werd gekocht. Daarom ging de prijs van het aandeel omhoog. Maar de absolute hoofdprijs werd geboden. Ja. Een ongelooflijk bedrag. Maar, en dan om nog steeds, moeten ze steeds een handtekening vragen aan u. Dus eigenlijk, wat we eigenlijk wel kunnen concluderen is dat voor elke verklaring van geen bezwaar, voor elk stukje van de afsplitsing, wist het consortium, de DNB is in de pocket, want die gaan wel ja zeggen. Anders dan nemen ze dat risico. Nee, zo werkt dat helemaal niet. Daarom is het zo dat je eerst het overall plan moet goedkeuren. Wij hebben het overall plan goedgekeurd, dat is dat integratieplan. En dat betekent dus dat als er verdere stappen genomen moeten worden, dat wij niet in het wilde weg bij de uitvoering van dat plan kunnen zeggen nee, dan moet je echt een goed argument hebben. Ja. En men mag er dus op vertrouwen dat als men zich aan het integratieplan houdt, dat dan de verklaringen van geen bezwaar worden afgegeven. Alleen er kwam een kink in de kabel, dat is in de simpele. Wij zeiden, jullie zijn financieel niet meer solide genoeg. Ja, en dat was 2008, september. Dat was in 2008, ja. Oké, dan willen we eigenlijk ook nog de casus iSafe behandelen. Ik dacht dat het een gezellige ochtend zou worden. Dat viel wel mee. Wij vinden het nog gezellig. U krijgt op een gegeven moment natuurlijk dat bericht dat iSafe hier wil beginnen met het ophalen van spaargeld. Het is zo dat in 2006 al, lang voordat de crisis begonnen was, iSafe een vergunning had om te bankieren in Nederland. En toen had u al een limiet van 500 miljoen in? Nee. iSafe kreeg een vergunning, een bankvergunning in 2006. Toen iSafe vervolgens, eigenlijk is het Landsbankie, met een product wilde komen, een spaarophaalproduct. Ja. Toen hebben ze zich in 2007 opnieuw bij ons gemeld. Want toen was er de vraag, kan er opgetopt worden het depositogarantiestelsel? Ja. Want het gegarandeerde bedrag IJsland was lager dan in Nederland. Nou, dat heeft een lange periode geduurd voordat wij met een vergunning zijn gekomen. Dat heeft van september 2007 tot mei 2008 geduurd. Toen hebben wij een optopvergunning gegeven. Ja. Daarbij is niet een vergunning gegeven voor het ophalen van een bedrag tot 500 miljoen. Daarbij is van de kant van iSafe gezegd, wij denken op dit moment in de orde van grootte van een bedrag van 500 miljoen. Maar heeft u geen aanvullende eisen gegeven? Oké, jullie willen 500 miljoen. Maar stel nou dat ze plotseling toch een miljard zouden ophalen. Had u dat goedgekeurd?
Nee, het is zo dat de optopbeslissing door de Europese recht eigenlijk vastgelegde verplichting van ons is. En een recht dus dat ISAFE heeft. Dus in de context van het Europese recht, en dat is om de gelijke concurrentieverhoudingen tussen banken te bevorderen in het Europese gebied, ben je verplicht om op te toppen naar... Had u onder die bankvergunning ook had u ook nee kunnen zeggen tegen zo'n bankvergunning? Nee, we hadden daar geen nee kunnen zeggen. In 2006 speelde het overigens helemaal niet toen de echte vergunning kwam. In 2006 speelde het niet, want toen was er geen crisis aan de orde. In 2008 is het zo dat ze zaten hier en nogmaals, we hebben in Europa wat heet het thuisstaat-toezichthoudersbeginsel en het Europese paspoort. Dus als je een Europees paspoort hebt, dan kun je overal in Europa gaan. Waarom is het de Fransen wel gelukt dan om ze daaruit? Dit is een hardnekkig misverstand. Dit is een van de misverstanden waar ik over wil praten met Van Wijnbergen, die ik op vrijdag zie. Want die heeft in zijn recente interview weer naar de Fransen verwezen. Ik heb op een gegeven moment, hij zat in Singapore, want toen stonden er allerlei dingen in de Nederlandse krant, mijn Franse collega opgebeld. Ik zeg, vertel me nou eens hoe dit in elkaar zit. Hij is dat gaan uitzoeken. Ik heb dezelfde dag nog bericht gekregen. In Frankrijk is gewoon een vergunning afgegeven voor Landsbankie, ook in 2006. Ze hadden gewoon een vergunning, dus alle verhalen dat daar die vergunning getraineerd is, die zijn onjuist. Het tweede is, er is nooit in Frankrijk een aanvraag ingediend om op te toppen. Ook maar, al die verhalen maar zijn. Maar waarom wel in Nederland en niet in Frankrijk? Waren ze dan toch misschien banger voor de Franse autoriteiten? Ik zeg maar wat. Ja, je zegt maar wat inderdaad. Want ik weet het gewoon niet. Ik ben benieuwd naar uw reactie. Ze zijn ook naar Oostenrijk. Er is geen spaargeld in Frankrijk opgehaald. Er is geen spaargeld omdat er geen... Nee, klopt. Okay, maar waarom dus in Nederland? Ja, dat weet ik niet. Dat moet hij aan de heren van Landsbankie vragen. Ze zijn ook naar Oostenrijk gegaan. Ze zijn overigens nog op 6 september... heeft een bank uit IJsland, dus dat was een maand nog voor het omvallen van het IJslandse bankaire systeem, is daar nog een branche geopend. Als u me vraagt waarom in Oostenrijk, ik weet het niet. Okay. In Nederland wel. Wilt u als toezichthouder weten, de Nederlandse spaarcentjes gaan naar IJsland. Wat gaan die IJslanders ermee doen? Wist u dat? Daar raakt u dus aan de wortel van het probleem. Dit is nou typisch het thuisstaat toezichthouder. Was een branche. Dat betekent dus dat het toezicht op een branche is anders dan een toezicht op een dochter. Op een dochter daar heb je grip, op een branche heb je eigenlijk geen grip, kun je alleen maar kijken naar de liquiditeit. Dus u ziet 1,3 miljard op een boot naar IJsland vertrekken en dan kunt u niks meer. En zo opereren Nederlandse banken door de hele wereld heen en ook in andere delen van Europa. Wij halen massief via branches bedragen op in Spanje, in Duitsland en waar dan ook ter wereld. ING direct in Amerika, dat soort dingen. Ja, maar ook andere banken. En dat baarde u geen zorgen? Want dat baarde me wel zorgen, want op het moment dat ik daarachter kwam in juli, dat men erg actief op de Nederlandse markt bezig was. Bedoelt u daarmee dat ze over de 500 heen gingen? Ik bedoel dat ze gewoon erg actief op de Nederlandse markt bezig waren. Toen ik dat... Omdat dit een kunstmatige limiet is die u steeds blijft brengen. Dit is niet een limiet die door ons is opgelegd. Toen ben ik er als een razende achterheen gegaan. We hebben intern besloten dat wij zo spoedig mogelijk naar IJsland een missie zouden zenden. Die missie is daar op 14 augustus. Ik kan die dagen zo goed onthouden, want dit was de verjaardag van mijn moeder. En toen ze met me kwamen praten, was mijn eigen verjaardag. Dus is dat toeval? misschien, maar ik heb het niet gezien als een verjaardagpresentje. Ja. Nee, ze zijn er op 14 augustus naartoe gegaan. Dan kun je natuurlijk achteraf zeggen, moest dat 2 weken duren? Ja. En moest het tussen 14 augustus en 27 augustus 2 weken duren? Ik kan u 1 ding vertellen. Het is niet makkelijk te onderhandelen met IJslanders. Nee, en langzamerhand is de rest van Nederland daar ook achter. Ja, sinds eergisteren, sinds dat de premier niet wilde tekenen. Nee, maar dit proces loopt nu al een paar jaar. En wij hebben echt ons uiterste best gedaan
om zo snel mogelijk in contact te komen met die IJslanders. Ja. Dit vindt u in de parlementaire stukken ook terug, vertel geen geheimen. Ja. We hebben gezegd, we willen... En zij waren het niet met ons eens. Maar met andere woorden, u kon geen goed zaken doen met IJsland. Ze gaven geen informatie, ze reageerden ook niet op brieven. Zij zijn de hoofdtoezichthouder in de context van het Nederlandse recht. Ja. En dat betekent dus, en dat zit ook in de considerans van de Europese regelgeving, dat betekent dat je in beginsel moet vertrouwen op de informatie die je van de andere toezichthouder krijgt. En alleen maar bevoegdheden hebt, heel specifiek, voor liquiditeit. En ik moet er iets aan toevoegen, ja. Dat hele specifieke toezicht, dat die het eigenlijk uit een ander verleden heeft van doen met het feit dat toen deze regelgeving tot stand kwam, Nederland of Europa nog geen monetaire unie had. En je dus als nationale centrale bank, dus niet als toezichthouder, ja. Maar als nationale centrale bank monetair beleid wilde voeren, dat monetaire beleid door het liquiditeitsbeleid van een individuele instelling kon doorkruist worden. Maar u spreekt over vertrouwen in de centrale bank van IJsland. In de toezichthouder van IJsland. Ja. Dat maar, is de grondslag van het stelsel. Tot welk moment in de case IJsland heeft u vertrouwen gehad in die toezichthouder? Nou, wij hebben, mijn vertrouwen begon uiteraard ondermijnd te worden. Ja. Toen ik de ontwikkelingen zag, met name in augustus. Ik heb begin september heb ik een tweede gesprek gehad, 3 september, met een IJslandse toezichthouder. En ik heb vervolgens op 8 of 9 december in Basel met de president van de IJslandse Centrale Bank gesproken. En steeds vanuit het feit dat we de zaak niet geheel vertrouwden. Ja. Dat is maar dat was geen aanleiding om de stekker eruit te trekken en de vergunning in te trekken. Je kunt mij zo een stekker er niet uittrekken. Nogmaals, de bevoegdheden, de toezichtsbevoegdheden lagen aan de IJslandse kant. De regelgeving is duidelijk. Maatregelen die je wilt nemen, dat is echt een duivelsduidelijke regelgeving. Ja. Maatregelen die je wilt nemen, en daar kun je het dan niet mee eens zijn, moeten lopen via de toezichthouder. In dat andere land. En dan komt er 1 opmerking bij. En ik heb altijd verbaasd over de kritiek op ons in deze context. Er komt 1 opmerking bij. Geleidelijk begon de situatie in de wereld. En dat was duidelijk ook toen er met Lehman Brothers iets misging. Begon, dat zag je ook aan CDS-spreads, voor allerlei soorten papier in de wereld begon steeds fragieler te worden. Ja, want IJsland zat heel erg veel met die spaargelden in dat soort... Ja, maar er waren veel meer banken die in die periode spreads lieten zien die erg aan het stijgen waren. Hetgeen gewoon betekent dat in die periode het financiële stelsel brozer begon te worden. Dan moet je, los even van de juridische aspecten, moet je een afweging maken als het gaat om je optreden. Grijp je in en wat kunnen de consequenties van dat ingrijpen zijn? Het verwijt dat wij bij tijd en wijle krijgen is dat we flinker hadden moeten optreden, ja. Flink tekeer hadden moeten gaan. Stel dat we het gedaan hadden en stel dat er een run op het IJslandse bankwezen. Nou, dan was er 800 miljoen kwijt geweest en niet 1,3 miljard. Nee, dan was er een claim gekomen op de Nederlandse overheid die aanzienlijk groter was. Want dan hadden wij daartoe niet bevoegd, zonder juridische instrumenten. En als je daarmee naar de rechter gaat, is zo'n besluit, zo'n bestuursbesluit per definitie nietig. Dan waren we in een kwadrant terechtgekomen waar de schade heel veel groter zou kunnen zijn geweest. Zou ik u dan mogen vragen? U spreekt over de claim en ik ben ervan overtuigd dat die claim zeker had gekomen. Dat er geen twijfel over mogelijk. Maar aantonen dat het in IJsland fout zat en dat zij niet adequaat reageerden op uw reacties, was niet moeilijk geweest. Hun business model... dat is niet het business model wat wij willen gebruiken. Ik heb u geadviseerd om het rapport van het IMF te lezen. Ja. Daar staat een box in dat rapport. Dat gaat specifiek over IJsland. Het IMF vraagt zich af hoe het nou komt dat het IMF in september 2008 IJsland verkeerd heeft ingeschat. En daar staan letterlijk zinnen in van een afdeling van het IMF dat het IJslandse bankwezen veerkrachtig genoeg is. We hebben natuurlijk ook het rapport... Nogmaals, wij hebben dat verkeerd gezien, dat klopt. Maar ga niet met de ogen van vandaag kijken naar gisteren. Je kunt er wel lessen uit trekken. Ja.
een van de lessen die ik getrokken heb is dat je inderdaad nog harder moet zijn, nog sneller moet reageren. We zijn naar Europa gegaan en we hebben gezegd de wetgeving moet aangepast worden. Over de aansprakelijkheid bedoelt u, de wetgeving? De bevoegdheden die een host toezichthouder heeft, dat die versterkt moeten worden. Dus je kunt er wel lessen uit trekken, maar pas een beetje op met te zeggen van, met de kennis van toen, ik kan me voorstellen, ja. Had je het anders moeten doen, want dat ligt meestal wat ingewikkelder. Soms heeft u niet het gevoel dat u vaak zich daar moet tegen verweren? Van ja, ja ik heb soms het want gevoel. Dat hoor ik u vaker zeggen. Dat u zegt, ja met de lessen van nu, had ik het al echt wel anders gedaan. Of had ik het misschien natuurlijk, niet anders gedaan? Maar natuurlijk, met de kennis van nu kun je leren over wat je vroeger misschien anders had kunnen doen. En dat is vanzelfsprekend. De hele wereld heeft die lessen getrokken. Ik dat ben lid van Financial Stability Board, waar we in april 2008 al met 67 lessen zijn gekomen. En toch zit het me niet lekker. De ISAF met het business model. Ik had al vraagtekens toen ISAF op de Nederlandse markt met kwam. De gemiddelde rente was in Nederland op dat moment 4%. En zij kwamen met 5,25. Ja. Ik had daar een groot vraagteken. Ja. U misschien ook. Ja, ik ook. En toch hebben we zoiets. Ja, blijkbaar zit het misschien dan toch wel goed, dat business nee, model. Nee, dat is de conclusie die niet geweest. Die claim hadden we van de hand af. De conclusie was, wij moeten dus naar de IJslandse toezichthouder opgaan. Dat is de bevoegde toezichthouder. We willen wel eens weten of dat businessmodel inderdaad handhaafbaar is. Dat was de directeur toezicht. Ik moet u vertellen, de directeur toezicht. Nee, maar in de zomer onze directeur. Het is 2008, toch? Het is 2008, die was toen op vakantie. Wij hebben. In IJsland dan? Nee, niet nee, in IJsland. Wij hebben. Mag ik even afmaken? Ja, sorry. Wij hebben aan de IJslanders gevraagd: werkt dat model wel? Is dat niet uitschalig? En de IJslanders hebben ons toen stresstesten gepresenteerd. Ja. Ze hebben gestresstest. IJslandse. Ja, maar die instellingen en die stresstesten zijn, dacht ik, ook gepubliceerd. En wij die banken toen nog goed uitkwamen. Nogmaals, met de benefit of hindsight. Maar wat iedereen onderschat is Lehman Brothers. Lehman Brothers is een soort schok geweest. Ja. Die door het hele financiële stelsel is heen gegaan. En niet alleen de IJslandse banken zijn omgevallen. Maar het is niet toevallig. Dit was midden september. Ja. Het is niet toevallig dat Fortis ook in de problemen kwam. En Hypo. Ja, dat maakt uw werk wel erg lastig inderdaad. Nee, het toont alleen aan dat wereldwijd het systeem ontregeld werd. Maar over de aansprakelijkheid. U zegt van wij, natuurlijk hadden we dingen willen doen, maar dan word je aansprakelijk gesteld en dan krijg je een claim. Maar het rapport van Duperron bijvoorbeeld heeft ook aangetoond, de fout lag in IJsland. En u wist waarschijnlijk in augustus, september 2008 al lang dat de fout in IJsland zou gaan liggen op het moment dat u voor de rechter moest gaan verklaren. Ik heb de stekker eruit getrokken, maar dat heb ik gedaan, want zo. U had toch helemaal niet bang hoeven te zijn voor zo'n rechter? Ik ben nooit bang. Nee, dus waarom had u dan niet de stekker eruit getrokken als u niet bang bent? Iemand van me aannemen, ik ben niet bang. Maar wel voor een bestuursrechter, omdat u aanspraak heeft. Nee, ik ben niet bang. Ik heb gezond verstand. En bij gezond verstand hoort riskmanagement. Hoort het meenemen van een kans op iets en de impact die iets heeft. Ja. Als wij geweten hadden, en dat is de issue, als wij geweten hadden dat het IJslandse bankwezen zou omvallen in oktober, natuurlijk hadden we anders gehandeld. Ja. Maar als wij dat geweten hadden, had iedereen het geweten. Ja. Want waarom zouden wij maar u zo had het moeten weten. Ik verwijs u net naar de kennis van toen en ik heb u één voorbeeld gegeven. Dat was het IMF. Het IMF, daar kun je ook van zeggen, had het moeten weten. Maar Moody's op 17 september had het ook moeten weten, die met een positief oordeel kwam. Ja, die komen, altijd met triple A's. Ja, maar dat is te makkelijk. We hadden het misschien allemaal moeten weten. Alleen de wereld achteraf is veel transparanter wat er misgegaan is in het verleden dan als je er middenin zit. Maar als we dan constructief gaan werken, vindt u dan dat de aansprakelijkheid, dat de wetgeving rond de aansprakelijkheid aangepast zou moeten worden? Dat heb ik voor de crisis al gezegd en dat zeg ik nog steeds. U vindt dat u als president of als DNB niet aansprakelijk zou moeten kunnen zijn? Wij moeten natuurlijk aansprakelijk zijn voor je grove schuld en opzet. Ja. Ja. Maar er is iets anders aan de hand. En dat is moeilijk kennelijk over te brengen, want ik zeg dit al jaren. Ja. Een van de problemen, en dat speelde ook in de DSB-affaire, een van de problemen voor een toezichthouder is dat het erg moeilijk is om volstrekt openkijn te spelen over wat er gebeurd is.
Want anders dan een politicus. Een politicus kan iets vinden. Ja. Die kan vinden, dit had je nooit moeten doen. Dit is fout. U kunt dit vinden. Ja. Maar als ik als voorzitter van de bank, tevens verantwoordelijk voor toezicht, ga zeggen, jongens, wat hebben wij toch geblunderd, zeg. Dit was hartstikke fout. Ik kan u verzekeren, en ook, dit is weer gezond verstand, wij zijn procespartij. Ja. Wij worden geremd in de manier waarop wij verantwoording kunnen afleggen. En we willen verantwoording afleggen. Ja. Wij worden geremd gewoon door het feit dat er een aansprakelijkheid is. Eigenlijk ongeveer alle landen in de wereld die hebben die aansprakelijkheid uitgesloten. En u kunt een groot verschil zien tussen wat er gebeurd is in Engeland na het omvallen van Northern Rock. Ja. En wat er in Nederland gebeurd is, de Engelsen, waar geen aansprakelijkheid bestaat. De Engelsen hebben meteen, in verband met wat ze dan deftig noemen, de accountability, zoveel mogelijk openheid gegeven. En wij blijven zitten met het probleem dat we ook procespartij zijn. En dat we ook de belangen van de Nederlandse overheid moeten dienen. En dat is ondankbaar onder dit soort omstandigheden. Want je wordt beschuldigd van allerlei zaken. Ja. En dan wordt tegen je gezegd, beken nou schuld. Nee, de schuldvraag is, dat is niet belangrijk. Ja, nou ja, dat is wel zo gezegd. De vraag is of je schuld moet bekennen als je geen schuld in die zin hebt. En B, of je, om er van af te zijn, want ik heb wel eens wat plagend tegen een enkeling gezegd, als ik nou met echte slechte zin vandaag opsta, en als ik nou echt iemand een poets zou willen bakken, laat ik dan zeggen dat wat er met ABN AMRO is gebeurd, och, wat was dat fout. En wat zijn we daar toch verantwoordelijk voor alles wat er mis is gegaan. Nogmaals, dat is niet zo. Ja. Maar als je het zou zeggen, als procespartij, heb je een klein probleem als je bij de rechter komt. Want dan zegt de rechter, oké, het verhaal over hoe de zaak in elkaar zat en wie er verantwoordelijk voor was, is duidelijk. Ja. Laten we over de schade praten. Maar een bestuursrechter zal vragen naar uw handelen. Heeft u op het moment dat u beslissing heeft genomen, dat wel overwogen en goed gedaan? En dan kunt overwogen? U... Nou, bijvoorbeeld als u dus voor de rechter zou komen en u had een claim aan uw broek gehad omdat u iets mis had gedaan als toezichthouder, dan moet u dus voor de rechter gaan verantwoorden. Ik heb die en die stappen genomen, want zus en zo. IJsland reageerde niet op mijn brieven. De buffers van de DSB waren veel te laag en daarom vertrouwde ik de boel niet. Dan kunt u toch voor zo'n rechter altijd uw handelen goed uitleggen. Tenzij je om jezelf het gemakkelijk te maken, hebt gezegd van, het was allemaal fout wat we gedaan hebben. Ja. Want daar moet je dan op terugkomen. Dat is niet makkelijk, moet ik zeggen. Maar dat zie je bij verschillende processen. Dat is nu omdat het te laat is natuurlijk. Maar op het moment dat u bij DSB, waar de buffers op een gegeven moment in 2007 al veel te laag waren, als u toen dingen had aangekaart en u was daarvoor voor de rechter verschenen, dan had u kunnen zeggen, nou kijk, de buffers waren te laag. Ik waardeer het dat u de dossiers inderdaad erg goed bekeken hebt. Maar er staat ook in die dossiers dat wij in 2007 in de directie het besluit hadden genomen om een stille curator aan te wijzen. Dus dat wij op dat moment zo ver waren om actie te ondernemen. Dus dat staat ook in die stukken. En daarmee hebben we ook op dat moment willens en wetens het risico genomen. Want het probleem van een stille curator is dat het een trigger event kan zijn voor contracten. Daarmee hebben we op dat moment, dus we zijn niet risicoavers. We gebruiken alleen ons gezond verstand als het gaat over de omvang van potentiële risico's. Daarmee hadden we op dat moment willens en wetens in de besluitvorming het risico genomen dat die trigger events in werking zouden treden. Maar die stille curator heeft het faillissement niet kunnen voorkomen? Nee, dat klopt. Want de stille curator die is er uiteindelijk niet gekomen omdat de heer Zalm kwam en we met de heer Zalm toen afspraken hebben gemaakt over de dingen die hij zou aanpakken bij DSB. En ging dat dan ook over de reserves van de DSB? Dat ging gewoon, nou ga ik even wat voorzichtiger zijn. Ja. Dat ging over de hele problematiek in DSB, met name de financiële kant. Want de DSB had ten opzichte van andere banken een mager. Ik ben nu even wat voorzichtiger, omdat er toch nog regels zijn ter zake van de toezichtvertrouwelijkheid. Dus ik ga niet in details treden die niet elders zijn gepubliceerd. Maar ze hadden... Ik blijf herhalen wat ik net zei. Dus. Ik kan me voorstellen,
Ik twijfel of ik het... DSB is er niet meer, toch? Ik bedoel, ze zijn toch niet meer actief? Ja, maar... Dan kunt u toch daarover nog... Ja, maar als u naar de wet kijkt, dan zult u zien dat daar geen onderscheid wordt gemaakt. Maar om zulke... Met terugwerkende kracht... Misschien dat dat moet veranderen. En daar hebben we ook naar... Of daar streven we ook naar... Dat in faillissementsituaties... Dat er een grotere openheid gepleegd kan worden. Maar om dit in de toekomst te voorkomen dat het niet meer gebeurt... Want ja, DSB was toch geen succesverhaal. Of dat door de DNB of DSB komt, dat is... Ja, maar zo moet je het niet zeggen. Maar... De eerste actor is altijd, de eerste verantwoordelijk is altijd de instelling. Ja, dus je mag niet zeggen of het nou door DSB komt. Wij zijn niet de inbreker. Maar u heeft nu in de bankvergunning wel nieuwe clausules. Er mag dus nooit meer één aandeelhouder zijn die tevens bestuursvoorzitter is. Dat mag dus nu, dat staat dus in de nieuwe bankvergunningen. Dat staat er nog steeds niet in. Graag in willen hebben? Dit heb ik voor de val van DSB, heb ik dat al bij de minister bepleit. En daar ben ik altijd voorstander van geweest. Ik was tegen de combinatie van directeur groot aandeelhouder. Het verhaal vanuit de samenleving en de politiek was altijd... Wij kennen honderdduizenden directeuren groot aandeelhouders. En waarom zouden we een verschil...